In een eerdere video hebben we gehad over dat de standaardvorm voor een complex getal altijd a plus bi was. En hier heb je een voorbeeld van zo'n getal. Hier is a is min wortel 3 en b is 1. Maar toch is het ook handig om het soms als een soort van polcoördinaten op te schrijven. Alleen is de terminologie dan een beetje anders dan normaal bij polcoördinaten. En een voorbeeld daarvan, wanneer dat handig is, is als je dit getal tot de macht 12 wil uitrekenen. Dat wordt dan ook uiteindelijk ons doel voor vandaag. Voor vandaag, in deze video moet ik zeggen. En natuurlijk niet alleen voor vandaag, maar voor je hele leven. En centraal zou je kunnen zeggen in dat gebruik van polcoördinaten bij complex getallen is de formule van Euler die hierboven staat. Want zoals je ziet staat hier rechts staat het eigenlijk in de vorm van a plus bi, waarbij a en b respectievelijk de cosinus van t en de sinus van t zijn. En hier links staat een e-macht. En wat dit zo wil zeggen, kijk, cosinus t plus i sinus t, daarvan is de reële coördinaat is cosinus t en de imaginaire coördinaat is sinus t. Dat wil zeggen dat dit punt hier ligt op de eenheidscirkel onder een hoek t. Dus als ik hier ergens een hoekje t pak, dan ligt daar, daar hebben we cosinus t, ja, hier hebben we de... Op de reële as hebben we cosinus t en op de imaginaire as hebben we sinus t. Dus dan komen we hier op de eenheidscirkel uit. En daar links staat die e-macht. En dus die formule van Euler wil zeggen dat hier dus ook echt de e van i tot de macht t zijn. En als je dingen gaat vermenigvuldigen of machtsverheffen, dan is dat handig om dat te doen als er al machten staat in je notatie. Want ja, vermenigvuldigen gaat voor machten om in optellen. En daar gaan we slim gebruik van maken. Dus laten we eens even kijken, hoe kan ik dit nou gaan schrijven als soort van polcoördinaten? Traditioneel heb ik dan de afstand tot aan de oorsprong nodig en de hoek met de positieve x-as, wat op dit moment dan de reële as is, dus de hoek van de positieve reële as. Nou, de afstand tot de oorsprong kan ik hier uitrekenen, want de hoogte hier is... is 1. Hij is het 1 maal i verwijderd van de oorsprong. En de afstand hier horizontaal is de wortel van 3. En met de stelling van Pythagoras kan ik dan die afstand uitrekenen. En dat wordt bij complex getallen de modulus genoemd. Dus de modulus, oftewel... absolute strepen eromheen van min wortel 3 plus i is wortel 3 in het kwadraat plus 1 in het kwadraat. En daarvan de wortel is natuurlijk de wortel van 4 en dat is 2. En ik had het ook anders kunnen doen, want deze driehoek is natuurlijk gelijkvormig of zelfs hetzelfde als onze beroemde 1 wortel 3, 2 driehoek, waarbij deze hoek 1 derde pi is en die is 1 zesde pi. En dat gaan we zeker zo meteen ook gebruiken. Dus ik had het ook meteen met gelijkvormigheid kunnen doen. Nou, polcoördinaat is afstand en hoek. Nou, wat is die hoek nu in dit geval? Ik wil deze hoek weten, met de positieve reële as. En dat heet het argument van het getal. Dus het argument, en dat wordt genoteerd met het arg... van min wortel 3 plus i. Nou, wat is die hoek? Het makkelijkste is eigenlijk hier de gelijkvormigheid weer te gebruiken met de bekende driehoek. Gelijk, dat zijn hetzelfde driehoeken nu. Dit was natuurlijk een hoekje van 1 zesde pi zit hier. 1 zesde pi. Dus deze hoek is de complete gestrekte hoek van pi min die 1 zesde pi, oftewel 5 zesde pi. Ja, in het algemeen zal je misschien een arctangens willen gebruiken. Hè? Zoals je dat misschien ook bij polcoördinaten doet, maar dat is hier af te raden, omdat ik op zoek ben naar een exact antwoord. En ja, met gelijkvormigheid is ook echt gewoon duidelijk eenvoudiger. Oké, nu we dit hebben, kunnen we een volgende stap maken. Want deze hoek hier, dit is in feite de t die we net hadden. Hè? Op dit puntje hier is, ik kan het erbij zetten... deze punt daar zit e tot de macht 5 zesde pi i. Wat nog mist is dat we niet op afstand 1 van de oorsprong zitten, maar op afstand 2.
Maar dat is eenvoudig te repareren, want ik kan gewoon met een factor 2 vermenigvuldigen. En dan vind je dus dat 2 keer e tot de macht 5 zesde pi i gelijk is aan het getal waar we mee willen werken, namelijk min wortel 3 plus i. Oké, okay, van daar naar daar moet het nog 2 keer zover. En dus die modus die geeft eigenlijk aan wat die factor is waarmee je moet vermenigvuldigen. En als je hier goed naar kijkt, dan zie je dus hier in feite iets staan van de vorm. De modulus van wortel 3 plus i keer e keer i keer de argument min wortel 3 plus i. En heel in het algemeen zou je dus kunnen schrijven dat een getal a plus bi gelijk is aan zijn, als we dat even z noemen, hè, dat het gelijk is aan zijn modulus keer e tot de macht i en dan het argument. Dus zo geef je met behulp van poolcoördinaten en die formule van Euler eigenlijk weer wat het getal is in een andere vorm dan de standaardvorm a plus bi. Oké, dan tot slot de toepassing waar we naartoe gewerkt hebben, dat is dit uitrekenen. En ja, dat wordt hartstikke, dat wordt echt een fluitje van een stand, hartstikke makkelijk. Want we gaan deze dus als poolcoördinaten schrijven, zou je kunnen zeggen, in poolcoördinaten. Dan wordt het 2 keer e tot de 5 zesde pi i. En dat in zijn geheel tot de 12e. En 2 tot de macht 12 kunnen we bepalen. En dan daarnaast moeten we e tot de macht 5 zesde pi i. En dat weer tot de macht 12. Maar dan met de rekenregels van de machten wordt dit e 12 keer 5 zesde pi i. En ja, 2 tot de 12e is 4096. Nou, moeten we hier nog eventjes mee verder. Dus we hebben 4096. En e tot de macht dit keer 12 is dan 10 pi i. Maar 10 pi i, wacht eens even, als ik hier 10 keer rondga, na 2 pi ben ik weer terug bij af. En na 10 pi ben ik dus ook weer terug bij af. Dus e tot de macht 10 pi i is gewoon 1. Dus mijn eindantwoord hebben we eigenlijk al bereikt. Het is gewoon 4096. Nou, dat is beduidend minder werk dan dat je deze haakjes helemaal gaat uitwerken tot 12 keer toe. En in het algemeen is dat zo, als je dingen gaat vermenigvuldigen, machtsverheffen is natuurlijk herhaald vermenigvuldigen, dat als je allebei je getallen in deze vorm schrijft, dat zou je kunnen schrijven als, laten we zeggen, r keer e i t, en de andere, ik vermenigvuldig met iets wat ik dan in die vorm gegoten heb, bijvoorbeeld s keer e i u, ja, wat gebeurt er dan? Ik vermenigvuldig gewoon de r en de s keer e tot de macht i u plus t. Ja, en als je je goed kan herinneren, dan weet je dat dit hier, dat waren eigenlijk de moduli. En die s en die t, die u, of de u en de t, sorry, dat waren de argumenten. En wat je dus ziet, als je twee getallen met elkaar vermenigvuldigt, twee complexe getallen, dan is dat hetzelfde als dat je de moduli met elkaar vermenigvuldigt. Dat is die r keer s. En wat gebeurt er met de argumenten? Die tel je bij elkaar op. En dat is dus een meetkundige manier om na te denken over vermenigvuldiging van complexe getallen. De lengtes, oftewel de afstanden tot de oorsprong, vermenigvuldigen dan. En de hoeken met de positieve reële as tellen bij elkaar op. En met die meetkundige intuïtie wilde ik deze video afsluiten.